De brandweer heeft maandagmorgen het stoffelijk overschot van een jonge man uit het water van de Rozendaalse haven gehaald. De politie vermoedt dat het gaat om een jongen die zaterdagavond na het stappen te water is geraakt. Het slachtoffer is een 23-jarige jongen uit Bossenhoofd. Hoofd. De man was zaterdagavond samen met vrienden in Rozendaal uit geweest. Volgens de politie is hij op enig moment alleen weggegaan en zou slapen bij een familielid in Rozendaal. Een van zijn vrienden is vanmorgen gaan zoeken en heeft hem gevonden aan de kade tegenover het Kellebeek-college en onmiddellijk de politie gewaarschuwd. Juist op dat moment waren de ouders van de jongen op het politiebureau in Roosendaal om aangifte van vermissing te doen. Ofschoon de politie uitgaat van een ongeluk, stelt de recherche nog wel een onderzoek in.